Snelle hap. Snelle hap. Hey, maar dat willen jullie jongens, hè? Ja. Snelle hap, na de Ramadan, niet te veel tijd verdoen. Dit is Brik. Ja, Brik. Ja, die verkopen ze met pakjes van 10. Je pakt een klein beetje en je doet die hier. En als dat begint te bakken, wacht, dan weet je dat je olie warm is. Aardappel. Aardappel. Een eitje. Toen hij uitbreekt, heb je wel uitgeknepen, hè? Gewoon uitgeknepen. Olie, eigenat. Ik heb niet graag olie, het was eigenat. Peterselie? Je haalt hem wel van papier. Ja. Hè? Dus hij moet losstaan. Voilà. Pak een aardappel. Ik ga er 2 pakken. En wat doet je? Je duwt erop. Wacht. Ja. Ja. In de helft. In een vierde. Ja. Oké? Okay? Je plant in je gedachten een vierde. Voilà. En dan tonijn aan de rom. Helemaal van de top, voilà. Beetje tonijn, een beetje kemoen gebruiken. Toek, een beetje peper, pepper, een beetje zout. En dan doe je de peterselie, pepper. En dan maak je een kuiltje. En nu moet het snel gaan, hè. Hup. Dan een dekentje vouwen. Nog eens. En dat papier helpt u. Sommige mensen hebben graag dat hun eigeel toch nog een beetje rauw blijft. Dat gebruiken ze als saus. Ja. Probeer het maar 2 keer om te draaien. En natuurlijk wil ik een beetje jou imponeren, Rasje. Ik heb een beetje ajuin, wat tomatjes, een beetje maïsnoes, een beetje kemoen, een beetje peper, een beetje zout. Dat is echt waar, hè? Weet je hoe ik een restaurant ben begonnen? Dat is eigenlijk door zo'n dingen. Mijn vrienden kwamen eten en die zeiden, maar alleen, waarom doe je er nu niks mee? Klaar. Zo moeilijk was dat.